Nou, zoals jullie zien ben ik weer op de boerderij. Ik heb net de koeien gemolken. Ik ben net terug uit van een congres die gehouden werd in Madrid. Waar alle liberale partijen van alle landen in de Europese Unie bij elkaar kwamen. En daarvoor was ik in Brussel. En heb me vooral bezig gehouden met de zogenaamde frietoorlog of patatjeoorlog. Maar het gaat erom dat Colombia nu sinds 1 november antidumpingsmaatregelen heeft getroffen voor bevroren aardappelproducten. Dat doen ze in navolging van Brazilië, die dat al eerder gedaan heeft. En Zuid-Afrika heeft het al gedaan. Want wat is er nu aan de hand? In eigenlijk de laatste 10 jaar is de export vanuit Duitsland, Nederland en België van bevroren aardappelproducten gigantisch gestegen in de hele wereld. En dus ook naar Colombia. En waarschijnlijk is er een grote aardappelfabrikant in Colombia of in Zuid-Amerika. Die schrikt van ons succes, om het zo maar te zeggen. En bij de overheid heeft aangedrongen om die antidumpingsmaatregelen in te voeren. Nou ja, antidumpingsmaatregelen, dat mag je doen als je inderdaad kunt aantonen dat bijvoorbeeld landen een overschot hebben aan, in dit geval aardappelproducten, en die dan dumpen op jouw eigen markt. Ja, dit is nu natuurlijk niet het geval. Sterker nog, we hebben een 20% mindere opbrengst waarschijnlijk van aardappelen door de droge zomer. Nee, dit heeft vooral protectionistische reden en argumenten. En daar moeten we gewoon voor gaan liggen. Eind november gaat ook minister-president Mark Rutte samen met Carola Schouten naar Colombia toe. En zal dit op de agenda zetten. En ik ga komende week in Straatsburg met verschillende mensen spreken. Dat ook de Europese Unie hier op tegen is. Want wat betekent dat nu voor de aardappelverwerkers hier in Nederland? Dat de kosten omhoog gaan. Omdat voor elke ton of elke kilo bevroren aardappelproducten er een extra heffing geheven wordt door de Colombiaanse overheid. Nou, nu heel eerlijk, Colombia is niet de grootste markt. Alleen na Colombia kunnen heel gemakkelijk andere landen volgen, zoals bijvoorbeeld Argentinië of Chili. Dus wij willen dat domino-effect willen we voorkomen. En daarom zijn wij er ook zo druk mee om daar iets tegen te doen.